Goedemorgen, Lily. Goedemorgen, kleintjes. Zijn jullie aan het dansen? Oefenen jullie voor een musical? Wat leuk! Toi, toi, toi. Het betekent veel geluk. Hallo, Massimo. Heb jij de kostuums bij je? Perfect. Waarom is hij leeg? Oh, nee. Lily heeft gelijk. Ze zijn door dat gat gevallen. Geen zorgen. Supertruc weet wat hij moet doen. Sorry dat ik je inspectie van het stroom verstoor, maar de kleintjes moeten hun kostuums vinden voordat de musical begint. Kan je helpen? Perfect. Laten we gaan. De show gaat binnenkort beginnen. Hoe ga je het oplossen, Supertruc? Goed bedacht. Massimo, kan jij Supertruc laten zien waar je precies langs bent gereden vanaf het park? Perfect. Nu hebben we alleen nog een voertuig nodig die alle kostuums mee kan nemen. Een stofzuigervrachtwagen. Dat is perfect. Oké, jongens. We moeten opschieten. Aan de slag. Kijk, een kostuum. Gebruik je slang. Waarom werkt hij niet? Ah, je hebt per ongeluk op blazen gedrukt. Oeps, probeer het nog eens. Aha, kijk eens aan. Mooi. Daar ligt nog een kostuum. Oh, en nog één. Goed werk. Wow, wat is dat? Aha, kan je erbij, Supertruc? Je bent er bijna. Je hebt hem. En daar is de laatste. Nou, we hebben nu alle kostuums. Maar we moeten echt snel terug naar het park. Kom mee. Geen zorgen. Supertruc en Massimo hebben alle kostuums gevonden. Snel, kleintjes, kleed je aan voor de show. Jullie zien er prachtig uit. Zijn jullie klaar voor het optreden van je leven? Oh jee, de geluidsboxen werken niet en de muziek speelt niet af. En de hele stad is hier om de show te zien. Supertruc, gebruik je ST-3000. Perfect. Nu kan je de muziek afspelen, Supertruc. Dat is een beetje zacht. Geen zorgen, zet hem harder. Perfect. Laat de show beginnen. Wauw, moet je de kleintjes zien. Zoveel talent. Haha, Massimo. Jij moet ook meedoen met die bewegingen. Goed gedaan, Supertruc. Je hebt de dag gered.
Veel plezier, jongens. Hoi, Jerry. Wil je een snelheidsrecord breken? Hoi, Edna. Jij bent heel hard aan het graven. Is het voor een speciale gelegenheid? Aha. Ga maar gauw weer aan de slag. Oh-oh, er gaat iets niet helemaal goed. Edna graaft door het plafond van de tunnel heen. Jerry, je moet stoppen. Edna, stop met graven. De tunnel stort zo in en Jerry zit erin. Oh nee. Carl, Jerry heeft problemen. De tunnel is geblokkeerd. Waarin ga je transformeren om Jerry te redden, Supertruc? Jerry, Supertruc is er om je te redden. Hoor je iets? De stenen hebben de pijpen kapot gemaakt. Supertruc, je moet snel handelen. Snel, Supertruc. Ga door. Wat gebeurt daar? Voorzichtig. Oh nee, er komt water onze kant op. Je moet je speciale gereedschap gebruiken. De ST-3000. Een laser? Ongelofelijk! Goed gedaan, Supertruc. Je hebt het water bevroren. Nou, ga maar lekker schaatsen, jongens. Tot de volgende keer. Hoi, Lily. Ga je naar het park met de kleintjes?
jij nou? Ga je een ballonval maken voor Valentijnsdag? Je gaat 100 ballonnen loslaten. Ongelooflijk! Haha, volgens mij lusten de kleintjes hier wel meer van, Lily. Lily, kijk uit! Haal supertruc voor hulp. Goed idee, Lily. Carl, we hebben je hulp nodig. Lily en de kleintjes hangen over de brug bij het park. Ze kunnen wel vallen. Lily, supertruc is er om jullie te redden. Inderdaad, de kleintjes zitten binnen. Waarin ga je transformeren? Goed idee! Mooi, nu kan je de kleintjes redden. Goed idee, Carl. Oké, kleintjes, jullie moeten naar Supertruc springen. Zijn jullie klaar? Nog 2 te gaan. De laatste. Oh nee! Supertruc, je moet iets doen! Manimo! Nee, de ballonnen hielden Lily stabiel. Je moet iets doen. Maar nu weer, Renato. Een matras. Daar kan Lily zacht op landen. Inderdaad, dit is niet de goede plek. Kleintjes, kunnen jullie helpen? Goed gedaan, kleintjes. Carl gaat je een klein zetje geven, oké? Wauw, mooie landing. Nou, kleintjes, volgens mij vonden jullie het leuk. Haha, jij ook, supertruc. Veel plezier, jongens. En nogmaals bedankt, Supertruc. Hoi,
jongens, zijn jullie aan het penalty schieten? Wauw, goed schot! Oh, volgens mij is er een probleem in Autostad. Ik denk dat je even moet kijken. Zo te zien zijn de wielen van Massimo gestolen. En Mathilda helpt hem met zoeken. Volgens mij kunnen ze de banden niet vinden. Inderdaad, jij kan helpen de banden te vinden. Het is goed, Massimo. Supertruc gaat je banden zoeken. Supertruc, ga je transformeren? Inderdaad, transformeer in een luchttoestel. Oké, een helikopter. Inderdaad, je kan een hoop zien vanuit de lucht. Kan je de banden al ergens zien? Zie je iets? Waar zou dat vandaan komen? Inderdaad, het geluid kwam uit de richting van de bouwplaats. Laten we daar gaan kijken. Jerry, dus jij hebt de banden gestolen om bandengolf te spelen? En Walter moest de banden voor jou dragen? Supertruc, hij ontsnapt. Je moet achter hem aangaan. Hé, jongen. Jerry zit verstopt in de tunnel en jij kan er niet doorheen. De ST-3000, hè? De gedachtenstraal. Wauw! Je trekt Jerry uit de tunnel met je gedachtenstraal. Hebbes! Mooi schot, Massimo. En kijk, je hebt je banden terug. Jerry, het is je straf dat je nu de banden moet tillen. Inderdaad, Mathilda. Misdaad loont niet. Nooit. Nou, geniet van jullie spel.
Oh, inderdaad. Het is sportdag in Autostad. Dat moet pijn doen. Oh nee. Jerry, wat is er? Heeft de bal kabelschade aangericht? Kan je niet stoppen? Oh nee. Hoi jongens, mooie beweging. Mag ik Carl even spreken? Ja, maar nu. Jerry heeft geen controle meer in het park. Hij kan niet remmen en het lijkt erop dat hij straks gaat botsen. Kan je helpen? Denk jij superdruk? Inderdaad. Je hebt iets nodig voor alle terreinen. Iets voor off-road, inderdaad. Een monstertruc. Dat zal helpen. Jerry, Supertruc is er om je te helpen. Supertruc, je moet hem stoppen. Hoe ga je Jerry stoppen? Rijd jij voorop en druk je dan op de rem. Goed idee. Dat is te snel. Supertruc, je moet achter hem aan. Jerry, die kant is de brug. Je moet niet daarheen gaan. Wat? Kan je niet meer sturen? Supertruc, doe iets. Jerry botst zo tegen de brug op. Supertruc, wat ga je doen? Je gaat de verkeerde kant op. Ga je de luchtzak gebruiken om hem aan de andere kant op te vangen? Dat zou kunnen werken. Ja, Jerry, je bent in orde. Maar je wielen draaien nog steeds. Hoe moet je dat oplossen? Wauw, volgens mij ben je helemaal klaar. Ik ben blij dat je in orde bent. Bedankt voor het redden, Carl. En bedankt voor het repareren, Walter. Ook al was het per ongeluk. Hoi Jerry, helemaal in orde? Nou, rustig aan jongens.
Geniet van de sportdag. Wauw, Rocky. Dat is indrukwekkend. Cool. Je vader is heel goed, kleine Rocky. Ik denk dat je zelf een truc moet proberen. Kom op, kleine Rocky. Je kunt het. Goed gedaan. Oh nee, vuur. De vlammen zijn heel hoog. Je kunt er niet bij, Rocky. We moeten iets doen. Er is maar één auto die ons kan helpen. Carl, stop. Er is een noodgeval. Kleine Rocky heeft een ongeluk gehad op het vliegveld. Hij zit vast. Je moet hem helpen. Waarin ga je transformeren, Carl? Je moet kunnen vliegen om kleine Rocky te kunnen redden. Er is maar één voertuig waarmee je kleine Rocky kan bereiken. Een supervliegtuig. We kunnen kleine Rocky niet zien door alle rook. Hoe ga je dit oplossen, Supertruc? Dat is een goed idee. Vlieg door de rook om de rook op te lossen. Goed werk, Supertruc. Geen zorgen, kleine Rocky. Supertruc, wat denk je van het vuur? Hoe ga je het blussen? Met water? Natuurlijk! Richt op het vuur, Supertruc. Ja, het vuur is geblust. Goed gedaan, Supertruc. Je hebt kleine Rocky gered en waarschijnlijk ook het hele vliegveld. Je kunt wel een douche gebruiken, kleine Rocky. De rook heeft wat vlekken achtergelaten. Wat? Heb je een idee, Supertruc? Ja, maar je dan. Dat is een goed idee.
Geniet van de douche, kleine Rocky. En weer een dag gered door Supertruck. Doeg allemaal. Bye.